En zo ook als laatste het voorbeeld van onze profeet Mohammed alayhi salatu wassalam. Hij werd door zijn volk heel vervolgd en lastiggevallen en belachelijk gemaakt. En desondanks had hij geduld daarmee toen hij opriep naar het monotheïsme, naar het alleenrecht van Allah subhanahu wa ta'ala. Op een gegeven moment was het zo erg dat hij niet eens meer wist welke kant hij op moest lopen. Hij liep terwijl hij niet meer bij stil stond waar hij was en waar hij aan het lopen was. Zoals toen hij van Ta'if terugkwam van het uitnodigen van Ibn Abd al-Yalayn. En hij de islam aan hem had gepresenteerd en de hoop had dat hij het zou accepteren. Maar echter had geweigerd. Vergarashtu. Hij zei vervolgens ging hij naar buiten. En hij niet eens meer wist welke kant hij op moest gaan. Totdat hij ergens uitkwam en een wolk zag boven zijn hoofd. En toen hij opkeek, zag hij de engel, de aartsengel Jibril, Gabriel. En hij was met de engel die aangesteld was, de verantwoordelijkheid had over de bergen. En hij zei, als je wilt, o Mohammed, dan heb ik de opdracht gekregen om jouw toestemming te geven om deze bergen te laten vallen en, en deze mensen te verpulveren. Maar hij was barmhartig en hij zei, wellicht dat sommige van hun nakomelingen toch deze boodschap zullen accepteren. En de profeet sallallahu alayhi wasallam werd heel erg vervolgd door zijn eigen mensen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah zegt, wij weten dat jouw borst vernauwd raakt voor hetgeen dat zij aan het zeggen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala stelt hem gerust. Hij zegt, ik weet wat je meemaakt. En ik ben daarvan op de hoogte. En ik zie het en ik hoor het. En hij zegt in de Koran, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Wees niet verdrietig over hetgeen dat zij zeggen. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wij weten alles. Al hetgeen dat men uitspreekt en in zichzelf houdt. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zal alles bijhouden. En hetgeen dat heeft plaatsgevonden aan onrecht, die persoon daarvoor ter verantwoording roepen op de dag des oordeels.